Ik moet je wat bekennen. Wat? Zeker weer een van die vieze tories van je? Nee, helemaal niet. Ik wil je juist zeggen dat je echt een mattie voor me bent. Ja, nou? Ja, je bent volgens mij ook echt de enige persoon die wat betekent in mijn leven. Echt waar. Wat moet je van me? Zeker weer geld van me lenen? Helemaal niet. Waarom dit zo agressief? Ik wil niets van je lenen. Ik wil je juist wat geven. Kijk hier. Dit is voor jou, mijn mattie. Alsjeblieft. Wat is dat? Is mijn testament. Het testament? Ja, ik heb jou benoemd tot mijn enige erfgenaam. Je maakt een grap, no? Nee. Dit kan ik toch niet van je aannemen? Heb je geen kinderen? Nee, niet erkend, wel eens herkend, maar ja, ze groeten me nooit als ze me zien in het supermarkt of in het winkelcentrum. Dus ze hoeven niets van me te krijgen, niets. Of andere familieleden? Nee. De enige met die ik wel eens familiair ben, dat is zuster Evelien, maar die krijgt al genoeg, weet je wel. Het enige wat jij ook weer aan denkt, hè, je fietserik, joh. Maar dit zijn alleen maar schulden. Maar ik zei toch dat ik iets moest bekennen? Wat? Een schuldbekentenis. Wat? Wel, als ik dit van je moet erven, ga ik liever voor je dood. Oké, maar dan mag ik wel je scootmobiel, toch? Dat doe je. Jongens,